Ex-Vlaams belanger Bart Lagermans wordt de nieuwe burgemeester van Grimbergen. Mark de Scheemaker pleit ervoor om mobiliteit volledig over te hevelen naar de gewesten. En Groen doet moeilijk over defensieuitgaven. Mijn naam is Stijn de Rudder en welkom bij een nieuwe aflevering van Pal erop. Bart Lagermans, voormalig parlementslid voor Vlaams Belang, wordt de nieuwe burgemeester van het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Hij neemt de plaats in van huidige burgemeester Chris Selleslag van Open VLD. Open VLD verdwijnt dan weer naar de oppositiebank ten voordele van CD&V. Heeft Lagermans nu eigenlijk voor een doorbreking van het cordon sanitair gezorgd? Eindredacteur palnieuws.be Anton Schelfout vroeg hem om een reactie. Nee, daar heeft het totaal niets mee te maken, want ik ben al 7 jaar niet meer verbonden aan de partij waar u naar verwijst, dat is Vlaams Belang. Ik heb mij daarvoor ingezet tussen 1995 en 2014. En dan heb ik afscheid genomen met de melding dat ik mij voor de niet-partijgebonden Vlaamse beweging zou inzetten en mij lokaal nog in Grimbergen zou blijven inzetten voor onze lokale partijvernieuwing. En dat, heeft dus, dat staat dus volkomen los van de Partij Vlaams Belang. Dat heeft met elkaar niets te maken, want dat is een nationale partij. En vernieuwing is een zuiver lokale partij die wel Vlaams gevoelend is. Dat in elk geval wel natuurlijk. Hè. Ja, maar u denkt dus niet dat deze zaak nog nationale proporties gaat aannemen? Met name aan Franstalige zijde dan? Dat zou mij verwonderen, want dat heeft ook in 2018 geen grote proporties meer aangenomen. Ja, in het begin nog wel even, omdat er iemand op onze lijst stond of in onze fractie zat die wegstaan was voor Vlaams Belang, Luc Akerboom. En om onze coalitie toen mogelijk te maken, heeft Luc Akerboom toen zelf beslist om als onafhankelijke te gaan zetelen. Waarvoor ik hem trouwens nog altijd heel dankbaar ben. Maar dat betekent dus ook dat onze fractie voor het overige... trouwens, onze mensen hebben dat ook nog eens uitdrukkelijk bevestigd, losstaat van de nationale partijpolitiek. Hè. Anton Schelfout vroeg ook hoe de coalitiewissel tot stand gekomen is. We zaten in Grimbergen met een coalitie van Open VLD, Wij met Vernieuwing, zijn lokale partij, Vlaams Gezinde Partij, en dan N-VA. En er waren er al een tijdje spanningen, omdat de burgemeester een beetje, zeer wantrouwig is ten opzichte van zijn coalitiepartners. Hij ziet overal manoeuvres die er niet zijn. Hij is een beetje paranoia. En dat werd altijd maar enger, vooral ten aanzien van de collega van de N-VA, Philippe Rose, die, die is universiteitsprofessor, een verstandige kerel. En die deed zijn job als schepen, maar ook als plaatsvervangend burgemeester op momenten dat de burgemeester er niet was. En de Open VLD zag zijn optreden steeds meer als een bedreiging voor de burgemeester. En ze beschuldigden hem in feite dat hij absoluut zelf burgemeester wou worden. Maar dat was nooit het geval. Hij had de kleinste partij binnen de coalitie, 4 zetels. Hij kon gewoon geen burgemeester worden. En hij had helemaal niet die intentie. Dus dat was eigenlijk een valse intentie. Die werd voorgewend. En dat nam zo'n proporties aan dat de voorzitter van de VLD op een gegeven moment, net 2 weken geleden, mij bij zich heeft geroepen om te praten over het probleem Rozen. Hè. En op dat moment zat CD&V er al bij. Dus de oppositiepartij. Nu, dat doet je niet. Hè. Eerst met de oppositie praten en dan met de eigen coalitiepartners. Dat is tot en met deloyaal. En ik heb dan even, getemporiseerd om even te kijken, handelt hij hier op eigen houtje, die voorzitter, of is dat in overleg met zijn schepenen? Ik heb dan een onderhoud gevraagd met de schepenen erbij. Uiteindelijk was er alleen de burgemeester bij. En daar bleek toch dat de burgemeester mee in het spel zat. Voor ons is dat onaanvaardbaar. En dan hebben wij zelf gezegd, goed, gaan we zelf eens met de CD&V praten voor een nieuwe coalitie, samen met het VA, en dan zetten we VLD aan de kant. Dat is maar, hoe moet je het zeggen, een koekje van eigen deeg geven. Als je deloyaal opstelt als meerderheidspartij, en zeker als partij van de burgemeester, dan blaast jezelf de coalitie op. Hè.
In een interview met de VRT beweerde Open VLD dat ze niet op de hoogte gebracht werden van de wissel. Klopt het dat Open VLD niet op de hoogte is gebracht, zoals ze zelf beweren in reacties aan nee, VRT Nieuws? Dat klopt helemaal niet, want we hebben om 10 uur de dingen, de motie neergelegd. En dan zijn we nadien onmiddellijk naar de burgemeester gegaan. En we hebben die uitgelegd wat er aan de hand is. En ja, het document is ingediend. Dus ja, dan is het aan de burgemeester om dat document te lezen. En ja, we hebben het helemaal verteld. Dus op een VLD is via de burgemeester wel degelijk correct ingericht. Mark, de scheemaker pleit ervoor om mobiliteit volledig over te hevelen naar de gewesten. De scheemaker is de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van Lantis, de beheersmaatschappij van de Oosterweelwerken. Van 2005 tot 2013 moest hij als afgevaardigd bestuurder puinruimen bij de NMBS. Na zijn vermeende bekering van Open VLD tot N-VA in 2014 zetelde hij in de bestuursraden van De Lijn, opnieuw de NMBS, ETIAS en sinds kort dus ook Lantis. Het interview ging onder andere over de toekomst van de NMBS. Hij denkt aan een fusie tussen de verschillende vervoersmaatschappijen. U hoort Mark de Scheemaker. Ik zie het gewoon als een mogelijke fusie van gelijken, waarbij verschillende transportmodi zich integreren in een aanbod naar de reiziger en het voor de reiziger zo gemakkelijk mogelijk maken. Dus je krijgt dan ergens een treindivisie, een tramdivisie, een busdivisie, een fietsdivisie, weet ik veel wat, een autodeeldivisie, Cambio. Het autodeelplatform is ook eigendom van De Lijn in Vlaanderen. Dus in die zin heb je alle transportmodi op een rijtje staan. Je kan eigenlijk aan iemand zeggen van, kijk eens, wat je ook neemt van onze transportmodi, met dit ticket, om iedereen. Onbeperkt, wel beperkt, tarief, sociaal tarief, alles is mogelijk. Maar je krijgt een eenvoud die in het buitenland meer en meer begint te bestaan. En dan denk ik dat de schaalgrootte van Vlaanderen eigenlijk wel niet slecht zou zijn. Dan vergelijk ik dat altijd met landen zoals Denemarken, zoals Zwitserland, die hele goede performance hebben op mobiliteitsgebied. En die heel vooruitstrevend zijn, die technisch een leidende rol nemen. En dat betekent dat wij worden door onze taalsituatie eigenlijk bij elkaar gehouden. Wat heel eigenaardig is, waar het in andere landen makkelijker is om te regionaliseren en de juiste schaal te kiezen, worden wij door onze tegenstellingen aan elkaar vastgeklonken. Wat tegen natuurlijk bijna is, hè. Ook de veiligheid op het openbaar vervoer kwam aan bod. Ik vind het beschamend voor de samenleving dat er een hoop tuig het openbaar vervoer neemt, dat op een niet correcte manier gebeurt en dat ze daarna fysisch de treinbegeleiders of de chauffeurs van de lijn of de treinbegeleiders van de NMBS te lijf gaan of beschimpen of bespuwen of zo. Het is een kwalijke evolutie en in tijden van corona is het eigenlijk nog een beetje erger geworden. Ik persoonlijk ben er voorstander van om meer te controleren op zwartrijden met efficiënte, duidelijke brigades, controlebrigades en met begeleiding van politie. Maar natuurlijk, de politie heeft al zoveel taken. Het is niet altijd makkelijk om dat georganiseerd te krijgen. Ik denk ook dat we heel permissief zijn geworden. En ik heb er ook altijd op aangedrongen bij het college van procureur-generaal dat er een vervolgingsbeleid, een hard vervolgingsbeleid is, indien er reizigers of fysiek of agressief worden tegen personen die uiteindelijk werken voor de betere mobiliteit van iedereen. Maar het is... Het is een kwalijk gegeven, maar we moeten er tegen optreden. Maar het is inderdaad niet verbeterd in de coronaperiode. Taiwan krijgt steeds meer aandacht. Journalist Karel De Koning legt uit waarom en sprak met de Taiwanese ambassadeur Ming Yen Tsai. Taiwan is een land dat opnieuw meer aandacht krijgt. Dat komt voor een groot deel omwille van de parallellen met Oekraïne en Rusland. Taiwan ligt historisch en cultureel dicht bij China, maar in de praktijk is het een functionele democratie. In tegenstelling tot China, dat nog steeds een communistische dictatuur is. We gingen dan ook eens gaan luisteren naar wat Taiwan zelf te zeggen had en ik ging een gesprek met hun ambassadeur aan.
Opvallend is dat Taiwan zelfzeker en assertief is tegen de grote boze buur. China wil het eiland annexeren, maar omgekeerd draagt Taiwan trots het eigen maatschappijmodel uit. Dat is een model van openheid en democratie dat tegenover de gesloten en autocratische dictatuur in China staat. En net zoals in Oekraïne maakt die keuze voor democratie de autocraten nerveus. Daarom reageert China zeer vijandig ten aanzien van het democratische Taiwan. Het stuurt spionnen en agenten uit, doet cyberaanvallen en voert geregeld militaire oefeningen uit. En we weten hoe de oorlog in Oekraïne begonnen is. Taiwan zoekt dan ook heel bewust de samenwerking op met de rest van de democratische wereld en zal de eigen huid zeer duur verkopen, moest het ooit zover komen, want ze beseffen maar al te goed hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn. Dat Taiwan er inderdaad alles aan zou doen om zijn politieke systeem, de democratie, te beschermen, hoort u ook rechtstreeks van de ambassadeur zelf. We would, you know, do our best, do everything to safeguard our political system. That's our value and that's the reason why we, you know, we are Taiwan. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig beleidsdomeinen waarop België niet de slechtste leerling van de klas is. Defensie bijvoorbeeld. De federale regering geeft aan deze kerntaak van de overheid minder dan 1% van het BBP uit. Dat is minder dan de helft van wat de afspraak is binnen de NAVO. U hoort opiniemaker Jurgen Seder met zijn analyse. De onverwachte aanval van Rusland op Oekraïne heeft Europa wakker geschud. En het besef is terug dat vrede geen vanzelfsprekendheid is en dat we moeten ophouden met de besparingen op de militaire budgetten die ons nog weinig geloofwaardige legers hebben overgelaten. Zelfs Duitsland, dat nu nogthans links wordt geregeerd, is van plan om de NAVO-norm weer te halen. Dat wil zeggen militaire uitgaven te bedragen van 2% van het BBP. En Nederland bijvoorbeeld zal die norm al halen in 2024. En België dan? Wel, Alexander De Croo wil volgende maand naar de NAVO-top kunnen gaan met de belofte dat België ook de NAVO-norm zal halen, maar dan wel pas in 2035. Dat is al minstens 3 regeringen verder, wat eigenlijk betekent dat men het probleem voor zich uitschuift. En zelfs dat zal moeilijk worden, want de Groenen en de PS liggen nu al dwars. Het land dat hoofdkwartier van de NAVO-huis vest, blijft dus de slechtste leerling van de klas. De verdediging van het land is nogthans een kerntaak van de overheid en België heeft een heel hoge graad van overheidsbeslag. Volgens het IMF zullen we binnen 5 jaar zelfs de absolute kampioen zijn. Hoe kan het dat het land dat het meest geld weghaalt bij zijn burgers het slechtst presteert in het uitvoeren van zijn kerntaken? Het zegt iets over het bestuur van dit land. Een voorzichtige aanzet om onze defensieuitgaven eindelijk in overeenstemming te brengen met die van andere NAVO-landen. Dat was het voorstel dat premier Alexander De Croo vorige week lanceerde. Dat was echter opnieuw buiten de groene gerekend. Chef politiek Pieter van Berkel. De Croo wil eind juni op de volgende NAVO-top in Madrid inderdaad uitpakken met die belofte. Hij wil onze militaire uitgaven optrekken naar 2% van het BBP in 2035. Dat is de zogenaamde NAVO-norm. Die ambitie is echt broodnodig en valt zelfs magertjes uit. België is op dit moment binnen de NAVO nog altijd een van de landen die het minst investeren in defensie. En de kloof met onze partners wordt alleen maar groter sinds de oorlog in Oekraïne. Het voorstel van De Croo werd echter vrijwel meteen afgeschoten door zijn groene coalitiepartners. Zij vinden dat dat geld naar het klimaat en de koopkracht en de energiecrisis moet gaan. Die crisissen werden ironisch genoeg net deels door hun eigen klimaatplannen veroorzaakt. De Groenen zeggen ook bijna expliciet dat ze het klimaat belangrijker vinden dan landsverdediging. Het is ook niet de eerste keer dat de pacifistische Groenen dwars liggen als het op landsverdediging aankomt. Zo zwakten zij al eerder eens geplande defensieuitgaven af en zorgden zij er bijvoorbeeld ook voor dat onze drones niet bewapend mogen zijn. Is de PS uit op de val van de federale regering? Journalist Philip van Lanen met het antwoord. De PS staat er in de peilingen eigenlijk niet zo goed voor, met een verlies van 3% in Wallonië en een verlies van 5% in Brussel. Toch blakt de partij van zelfvertrouwen en stelt ze haar eisen in de federale regering, want de andere partijen staan er veel slechter voor. Bij CD&V is de crisis existentieel, bij Groen heeft men grote problemen om een nieuwe voorzitter te verkiezen en ook OpenVLD kent zijn problemen. De andere Vivaldi-partijen zouden vandaag gewoonweg geen nieuwe verkiezingen aankunnen, terwijl de socialistische familie afgetekend de grootste zou worden in de Kamer en Paul Magnet de portefeuille van de eerste minister gewoon in de schoot geworpen zou krijgen. Maar gaat de PS daarom vervroegde verkiezingen uitlokken?
Een oude wetstraatwijsheid is dat wie verkiezingen uitlokt, die verkiezingen ook verliest. En dat wil de PS natuurlijk niet riskeren. Daarom is het veiliger om de rit gewoon uit te doen en in 2024 misschien een nog grotere winst te incasseren. Turkije doet moeilijk over de mogelijke toetreding tot de NAVO van Finland en Zweden. Chef buitenland Michael van Damme legt uit waarom. Er zijn verschillende redenen waarom Turkije moeilijk doet over de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. En het klassieke narratief van Koerden en terrorisme moet uiteraard doorprikt worden. Er is om te beginnen een belangrijk binnenlands probleem. Erdogan staat voor verkiezingen en de economie is een puinhoop. En zich op buitenlandse thema's profileren voor binnenlandse doeleinden is op zich geen nieuw gegeven. Maar ik denk dat het probleem Turkije in een ruimere context moet bekeken worden. Het land speelt nu al jaren een dissidente rol ten aanzien van het Westen. En sinds begin van de jaren 50 is het lid van de NAVO. Het beschikt ook over het tweede grootste leger van de NAVO. Ook al is dat sterk verzwakt sinds de zuiveringen na de poging tot staatsgreep enkele jaren geleden. Maar de oriëntering naar het Westen toe kwam op steeds meer losse schroeven te staan sinds het einde van de Koude Oorlog. Rusland, de historische rivaal, was niet meer zo bedreigend. Contacten werden opgedreven en toen Turkije enkele jaren geleden besloot om Russisch luchtafweergeschut te kopen, werden zo de Verenigde Staten gesanctioneerd en onder meer uit het F-35-programma gegooid. Nu, sommige experts opperen dat Turkije vandaag niet meer tot de NAVO zou worden toegelaten. Punt is dat ze er wel deel van uitmaken en net door hun strategische ligging met heel wat wegkomen. Vlaams Belang politicus Philip de Winter was te gast bij Omroep Ongehoord Nederland en dat ging niet onopgemerkt voorbij. U hoort opnieuw journalist Karel de Koning. Philip de Winter heeft heel wat stof doen opwaaien in Nederland. Hij was te gast bij de relatief jonge Omroep Ongehoord Nederland. Dat is een rechtse zender die deel uitmaakt van het Nederlands publiek omroepbestel. De Winter sprak er over de resultaten van de massamigratie. Veel moslims zijn gaan wonen in Europese steden en die nemen de plaats in van de autochtonen in de openbare ruimte. Hij zegt dat daar gevolgen aan verbonden zijn. Samen met die bevolkingsruil komt er ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door immigranten. En in zijn typische stijl zegt hij daarbij Europa wordt Arabia. Nu goed, dat is de Winter die we al 30 jaar kennen. Niets bijzonders zou je denken. Maar dat is buiten in de Nederlandse politieke linkerzijde gerekend. Volgens hen is dat deel van de zogenaamde extreemrechtse complottheorie van de omvolking. Ze menen dat die uitspraken gevaarlijk zijn en ze willen zelfs dat uitzendingen zoals deze verboden worden. Rechtse partijen reageren dan weer op die linkse charge. PVV vindt dat die partijen de vrijheid van meningsuiting en de journalistieke vrijheid willen beknotten. Het noemt de reactie van links dan ook doodeng. U bent schuldig en u zal moeten betalen. U heeft er nogthans niets mee te maken, maar dat zal wellicht de conclusie zijn die Groen u probeert op te dringen na afloop van de bijzondere commissie in de Kamer over het koloniale verleden van België. Het mandaat van de Federale Kamercommissie om het koloniaal verleden van België te onderzoeken wordt opnieuw verlengd. Die commissie kwam er op initiatief van Groen. Het is een beetje een paradepaardje van hun fractievoorzitter, Wouter de Vriend. Volgens Thomas Roggeman, die in de commissie zetelt voor de N-VA, is de commissie veel te breed gedefinieerd. De commissie gaat namelijk over een periode van 150 jaar, over de verschillende kolonies en de nasleep tot op de dag van vandaag. Dat heeft betrekking op 4 landen. Dat is volgens Roggeman onbegonnen werk. Normaal gezien gaat een dergelijke commissie slechts over 1 in de tijd afgebakend feit, zoals bijvoorbeeld de moord op Patrice Lumumba of wat er in Rwanda is gebeurd met de blauwhelmen. Er wordt in de commissie ook gepleit voor herstelbetalingen, iets waar Roggeman altijd tegengekant is geweest. Ik vind het een onzalige gedachte dat je kinderen verantwoordelijk gaat stellen voor de daden van hun ouders, zegt hij daarover. Roggeman wijst er ook op dat de Vlaming zelf tweederangsburger was ten tijde van de kolonies. Er was nog geen algemeen stemrecht en het Nederlands was zelfs nog niet erkend als landstaal. Roggeman hekelt ook de termen van slachtoffer en daderschap. Dat jonge twintigers zich nog steeds presenteren als slachtoffers van het Belgisch koloniaal verleden, kan er bij hem niet in. De afgelopen week was het Pride Week. Wat begon als een emancipatiebeweging van de homo- en lesboseksuele medemens, werd de laatste jaren steeds meer beïnvloed door deugdpronkerij, genderideologie en andere woke ideeën. Chef politiek Pieter van Berkel. Ja, er werd weer wat afgegenderd en er werden weer heel wat spaces gequeerd in Brussel deze week. Het was namelijk Pride Week. Men ging daar in de aanloop naar de Pride Parade helemaal uit de bol. Met niet alleen een reeks nieuwe regenboogzebrapaden, maar ook een heuse aanpassing van de verkeerslichten op verschillende pleinen.
om te verwijzen naar de verschillende vlakken van de lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersex, asexual, aromantic, agender en plusbeweging. De gewone regenboogvlag volstaat immers niet meer in deze woke-tijden. Elke subgroep krijgt tegenwoordig zijn eigen vlag. De transgenders, de intersexen, de panseksuelen, de lesbiennes, de biseksuelen en noem maar op. Dat deugdpronkerij, genderideologie en woke niet zomaar onschuldig of vrijblijvend zijn, mocht al duidelijk blijken uit onze vorige afleveringen. Schrijver Dimitri Verhulst, onder andere van het boek De Helaasheid der Dingen, heeft ook zo zijn bedenkingen bij die fenomenen. U hoort opnieuw Pieter van Berkel. Ja, hij maakt zich naar eigen zeggen, en ik citeer, serieus zorgen over al die woke hoge priesters die zich bemoeien met de literatuur en overal discriminatie of racisme zien. Dat zegt hij in een gesprek met de Nederlandse krant De Telegraaf. Verder zegt hij, en ik citeer opnieuw, ironie, sarcasme en cynisme, het is dringend nodig dat UNESCO zich hiermee gaat bemoeien. Het zijn hoge beschavingsvormen die op de werelderfgoedlijst moeten komen te staan, omdat ze worden bedreigd. Mensen lijken te vergeten dat we lachen omdat we pijn hebben, niet omdat we ons amuseren. En zijn belangrijkste punt maakt hij eigenlijk daarna, en dit zijn opnieuw zijn woorden, het is juist via humor dat er begrip voor een ander en acceptatie kan komen. Einde citaat. Zo, dat was het voor deze aflevering van Paul Rob, uw wekelijkse afspraak op donderdag. Telkens op woensdag verschijnt de nieuwe editie van Politerke op onze website paalnieuws.be, waar u zich ook kan abonneren. En op donderdagmorgen vindt u ons weekblad terug bij de Betere Dagbladhandel. Tot de volgende keer.